rijden met dezelfde treinen als dat het grote spoor rijdt. Die kunnen de mensen, als ze dat gemist hebben, kunnen dat hier komen bewonderen. We hebben de grootste spoorbaan van Noord-Holland, ruim 120 vierkante meter half nul. En daarnaast nog ruim 500 vierkante meter andere banen. Elke jongen die krijgt voor zijn verjaardag een trein en de meisjes kregen een pop. Zo ging dat vroeger. En ook ik als jonge jongen heb altijd een trein gehad vanaf mijn zesde jaar. En dan is er een klik en dat laat je niet meer los. Met name had je toen stoomtreinen. Alles bewoog, alles vloot, alles fluit. En ja, dat grijp je of dat grijp je niet. Het is de techniek van de treinen die naar boven komt. En waardoor je zo gefascineerd raakt. Na twee andere locaties zijn ze hier neergestreken. Alleen station Haarlem moet nog even afgemaakt worden. Omdat Haarlem natuurlijk de eerste eindbestemming was van de eerste trein, 1839. Jammer dat het nog niet klaar is, nu het spoor 175 jaar bestaat. Ja, dat ligt aan de bouwer, Peter Hogerheide. En hij is al heel lang bezig. Het is ook niet het eerste station wat hij aan het bouwen is. Maar we hopen wel dat hij met twee jaar, als we dus 40 jaar bestaan, dat het toch wel klaar gaat zijn. Het open huis is het hele weekend. Dus als u vandaag de grote oude treinen op het jubilerende spoor mist, zijn ze zondag nog in het klein te bewonderen.